Zo, ik dacht, ik maak even lekker broodjes. En daar had ik even trek in, want ik heb zo meteen even mijn haarband, even haar knotje in mijn haar doen. Weet je, ik doe het nu al gelijk. Want dat heb ik ook weer gelaten. Oh ja. Al had ik eigenlijk vandaag al eten in een koelkast staan. Ik dacht, weet je, ik wil echt wel. Super tof, nu je kijkt naar Gluno Vlog. Wat doet jij nou? De tv. Dat wil ik niet hebben. Had hij niet één? Zo, hè? En blijf. In ieder geval, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ga even Gaia eten geven, mezelf koffie geven. Daar heb ik ook wat trek in. Hè? Kan jij, mag dat? Voor jou? In ieder geval, dat ga ik in ieder geval doen. Gaia eten geven, hè? Zo. Oh, dat moet ook weer gebeuren. Maar in ieder geval super tof dat jullie kijken. Voor een nieuwe vlog. Oh. Ah, kapot moe. En vraag me niet hoe. Kijk eens. Wat ik nu ga doen is eigenlijk koffie zetten. Een bakje pleur voor goeie meur. Voor geen gezeur. Dus laten we dat maar doen. In ieder geval. En ik zit even een beetje bedenken al wat ik ga eten. Dus, maar ja, kom wel goed. In ieder geval, lekker nieuw koffie. En dan ga ik er gelijk bij bedenken wat ik vanavond ga eten. Of pizza of zuurkool. Maar ik denk dat het pizza wordt, dat zuurkool volgende week... binnenkort wordt. Dus, maar ja. In ieder geval koffie. Die ga ik lekker zetten. Lekker rolgordijn open. Wat eigenlijk ook vandaag moet gebeuren is editen. En de brand voor mij hier een vuil ligt. Hier beneden. Maar ja, dan zal wel koffie zetten. Wakker worden. Laten we dat maar even lekker doen. Zo, mijn koffie is klaar. Computer had al een tijdje aangezet. En ik zat er al voor koffie te wachten. Dan gaan we maar lekker koffie drinken. En lekker editen maar. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst keer even haar in een knot gooien. En dat heb ik in een paar minuten gefixt. 3, 2, 1, 0. En dan ben ik net thuis. En heb ik boodschappen gehaald. En even lunch voor dadelijk. En dat is hard broodje in ieder geval. Dat had ik even trek in. Dus vandaar. En ook pizza. Ook al even gehaald. Gaat in de koelkast. Al heb ik al eten. Oh, maar die is geldig tot en met 24e. Dus dat kan nog. Want die wil ik dan donderdag eten. Leeg flesje onderweg gedronken. Hard broodje, wat ik al zei. Knoflook. Ook belangrijk. En twee lekkere dingen, dat zijn nootjes, want die worden uit de schap gehaald, dus die leg ik daar neer. En dat was het eigenlijk. Dus, jij mag daar niet zijn, kan ja. Dus, nu in ieder geval even dadelijk broodje maken. Dus leg ik heel even nog in deze kast voor Ganja, want anders gaat hij erop, anders gaat hij opeten. En dan ga ik nu even bijkennen en dadelijk even douchen. Dat moet ook nog even gebeuren. Dus laten we dat maar doen. Zo, ik dacht, ik maak even lekker broodjes. En daar had ik even trek in, want ik zat even lekker over YouTube een beetje te kijken. En nu ga ik lekker eten. Want dat wil ik even doen. Ik eet niet echt heel veel. Maar af en toe eet ik gewoon echt heel veel brood. Vraag me niet hoe, waarom. Maar ja, ik ga in ieder geval eten.
Dus dat gaan we even doen. Ik zit alleen even te twijfelen hoe ik dat ga doen. Dus even kijken of er licht aan staat. Even toch even deze maar hier even neerzetten. En dan toetsenbord toch even hier. Dan kan ik toch even beter eten. En dan zet ik mijn broodplankje zo neer, schuin. Dat ik gewoon zo van mijn brood kan eten. En dan ga ik er op YouTube bij kijken. Want ik heb zoveel trek. Wat ik allemaal eigenlijk op heb voor mensen die willen weten is kaas. Leverworst. Paté. En pindakaas. Dus dat heb ik allemaal op. En wacht, ik weet je nog goed kunnen staan. Nou, die dingen kun je sowieso dik zien. Kaas. Leverworst. En paté. Ziet er geen verschil uit eigenlijk tussen paté en leverworst, vind ik. En dan laatste pindakaas. Dus ja, dan ga ik lekker hiervan smullen. Ik wil al eigenlijk die als laatste. Paté. Want die vind ik lekker altijd, paté. Dat vind ik altijd zo lekker om te eten. Dan paté even lekker als laatst. Ik zal eerst nog te denken. Doe 1, 2, 3. Eigenlijk 8 broodjes. Maar dan wordt te veel. Dus dat ga ik niet redden. Ik ga maar zo op de. Daarom heb ik het eigenlijk gewoon zo op elkaar gedaan. Anders had ik het los gedaan om het soort wel te veel om te eten. Dus vandaar. Nu even lekker broodje eten. Kaas. Filet. Pindakaas en paté. Zo, ik heb even gedoucht en wel. Maar ik ga denk ik zo meteen even mijn haarband. Even haar knotje in mijn haar doen. Weet je, ik doe het nu al gelijk. Want dat heb ik ook weer gelaten. Oh ja, in de badkamer. Omdat ik gedoucht heb. Dat heb ik hem uitgedaan. Ga ik hem even pakken, want ik heb zo heerlijk gedoucht. Fijn gevoel, maar ik ook wat ik heb gedaan is eigenlijk middagdouchen. Ik doe de laatste tijd zoveel door dat ik denk laat slapen en zo. En dan ben ik zo verrot. Ja, want ik ga meestal om 12 uur slapen. Dus ja, dat is wel niet echt slim van mij. Maar ja, ook lekker heerlijk gegeten. Of daar kan het ook door komen. Want ik heb meestal als ik echt niks doe en zo. Maar wel even lekker dutje, klein mini dutje gedaan. 3 kwartiertje of zo. Volgens mij was het. Maar ja, ik ga even lekker relaxen op de bank. Wat ik de laatste tijd ook veel doe. Dus, oh, lekker uit. En met sloffen aan. Ook lekker. Dus, dat maar. En dan krijg ik ineens een melding in mijn app. Oh, snap. Nou, daar kijk ik bijna nooit naar. In ieder geval maar even haar in de knot. En dan chillen maar. En dan heb ik heerlijke, lekkere pizza in de oven gedaan. Al had ik eigenlijk vandaag al eten in een koelkast staan. Ik dacht, weet je, ik wil echt wel pizza. Pizza is gewoon voor mij op dinsdag. Nou laten we zo zeggen. Dinsdag is voor mij gewoon pizza dag. En that's it. En daar houden we er gewoon bij. Dus bij knoflook erbij. YouTube te kijken bij. En dan lekker YouTube kijken. En tussentijd had ik even via tv ook even Twitch zitten kijken via Bardo. En hoe doe ik dat trouwens? Meestal doe ik dat met Smart View of zo. Want kan ik koppelen met mijn telefoon koppelen met tv. En dan kan ik gewoon op beeld op tv kijken. Zo fucking chill. Ik kan bijvoorbeeld ook gewoon foto's bekijken. En wat is Ganya nou weer aan doen? Ganya, wat doe jij daar? Kijk dan op de kast zit staan. Nice graf. Maar even gesproken over de warmte. Hier is kapot warm. Gewoon 25 graden hier binnen. Pro. Ik kan even wel even een beetje gebruiken. Klinkt raar, oké. Maar ik heb het wel koud. Warm. Ook zeg ik koud. Terwijl ik warm heb. Zo. Oh. Even lekker me kou in mijn bakkers. In ieder geval, ik ga even lekker hier verder YouTube kijken. En voor even te melden, ik had eigenlijk nog wel zuurkool nog in de koelkast staan. Maar die ga ik donderdag eten, want morgen eet ik met een groep. En dat dus. En Kanya ziet me eten. Ga jij eens even weg. Ik zag hem al loeren naar me eten. Zo, doe ik het even zo. Dan kan hij niet bij me eten komen. Ik kies hier maar kijken. Hier zo.
Ja. Weg. Mijn eten. Dus ga ik even dadelijk van eten. Pizza. En dan met YouTube kijken bij. Laten we snel doen voordat dan jij op gaat eten. Zo, en dan ben ik Bardo aan het kijken de hele tijd. En ik is hier zo benauwd. Ik ben benieuwd hoe ik ga slapen vanavond. Maar ik heb deze al eens tevoren. Dat zei ik al natuurlijk dat die weg zou gaan. Maar het is nog vochtig. Die ga ik pas morgen ook weg doen. Met die erbij. Dus daar ga ik even wachten. Super lekker net gegeten net. Nu even lekker relaxen. Achter een Bardo te kijken. Dus dat ga ik doen. En dan zie ik voor de rest wel eigenlijk. Dat wou ik even melden. Dat is alles. Maar ik vind het een beetje een troep zo eigenlijk, meer te zeggen. Super lekker gegeten. Lekker pizza. Nu maar even chillings. En dan ben ik op het moment via de computer aan het kijken. De Bardo. Maar nu lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Want ik ben helemaal gesloopt. Lekker denk op tablet kijken en dan lekker slapen. Ik nogmaals, lekker vlog afsluiten. Oh, ik ben helemaal verrot. Ik voel het gewoon, ik zat te kijken naar het beeld. Ik zag heel tijd mezelf in mijn slaap kukkeren. Ik denk, als ik bijvoorbeeld nu ook al in bed lig met mijn tablet daar kijken, ben ik gone. Ben ik helemaal gone en val ik in slaap. Dus ik ga lekker vlogje afsluiten, beelden op mijn computer zetten en dan lekker mijn nest in. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop je in ieder geval deze vlog leuk hebt gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof vinden als je je beneden mindert. Dan zeg ik alvast veel kijkers en gewoon een nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik je bij. Laters! Zo, ik heb even boodschappen gedaan. En die gaan we even uitruimen. Zo, dan heb ik alles gehad. Even om jullie alles op te ruimen. En dan is het even lekker.